Zometeen gaan we de wijk in. Oud-Zuid heet dat, maar Rotterdam is het gewoon Rotterdam-Zuid. Ik ben 1,5. Waar gaan we naartoe? Nou, we hebben hier nog wel wat investeringen waar de corporatie, zeg maar, de hele oude stad van Nieuwzaad nog wel. De belangrijkste problemen zijn, zeg maar, de overmaat aan goedkope woningen in particulier bezit. Die vervolgens wordt doorverhuurd aan mensen om daar een maximale winst mee te bereiken. De huisjesmelkers. De huisjesmelkers, veel particuliere woningen. En dat betekent in sommige wijken dat mensen zich het kunnen permitteren om 3-4 maanden uitgebuit te worden. Zo zeg ik het maar heel onvriendelijk, maar zo is het gewoon. En ja, het norm- en waardepatroon in zo'n straat verandert daarmee drastisch. Het onderhoud aan de woningen neemt af. En mijn inzet is erop gericht om nou eens een keer iets te gaan doen dat we die huisbazen gaan aanpakken. Er zijn in Nederland een boel gemeenten, steden, maar ook dorpen, die met grote problemen kampen. En ik heb ook het idee dat Rotterdam een beetje extra hulp nodig heeft, Rotterdam-Zuid. En dat idee heb ik al wat langer, maar ik ben hier dan om goed naar ze te luisteren en te horen waar komen die problemen. Is de aanpak goed? Waar hebben ze een beetje extra hulp nodig? We hebben nummer 75 naar de bewoner. Gaan even wonen. Annemarie Kreuk. Daar zijn mensen oud gezocht in die bewoners. Klopt. Waarom gaan jullie met 75? Waarom gaan jullie niet één bewoner hier pakken? Weer niks. Ik weet wie die 75 is. Waarom pakken jullie niet iemand normaler hier? We weten precies wat gaat hij van 75 zeggen. Alles slechtste. Alleen per hart voor die duur, dat is het beste waar ik. Ja, maar zo moet je het zien. We proberen met iedereen te praten. Dus bijvoorbeeld ook met u als u dat wil. Dan later krijgen we weer problemen van die mensen. Nee, je mag wel praten met ministers in dit land. Nee, dat we wel. We gaan even naar nummer 75. Kom zo terug, bereid je er op het ergste voor. Oh. Ja. Wat we gedaan is binnen het kader van het 10-statenplan ook bewoners zelf gestimuleerd om eigen gevels te verven. Dus je ziet dat de meeste kozijnen zijn ook opnieuw geschilderd. Dus het ziet er toch wel weer wat fleuriger uit. Hallo. Hallo. Ik maak het allemaal aan. Hallo. U woont hier vlakbij? Oh, ja, nummer 75. Deze straat is op zich hartstikke leuk om te wonen. Maar we hebben veel problemen met drugsdealers, Polen-overlast, Bulgaren-overlast. Dat zulke kleine kinderen tot 13, 14 jaar worden gewoon met K-woorden uitgescholden. En die kinderen komen dan huilen thuis en wat moet je dan? Je wordt van kastje naar de muur gezet. Ik ben bij bewonersvergadering geweest, ik heb de politie geschakeld. Die komen dan ook, die doen wat? Ja, als ik gelijk bel naar hun rechtstreeks, zijn ze ook binnen 2 minuten hier. Want een aantal weken terug waren we hier, tot 10 uur was ik aan de overkant. En ik wil naar huis oversteken. En er komen dan daarvan een groep Antillianen vechtend en schietend door de straat heen. Schietend? Ja. We zijn nu een jaar of 5, 6 bezig met interventieteams, drugsacties. Het is, dat is niet van gisteren. Maar het is nu een beetje dweilen met de kraan open, omdat er steeds weer toch weer eigenaren komen die andere dingen met die panden doen. Ja. Omdat het te lucratief is. En hoe krijg je grip? We hebben ook wat suggesties en jullie ook. Ja. Dan moeten we daar maar nog maar eens bovenop duiken. Ja. Dat is één van de boodschappen die ik wil meegeven. Van richt je met economisch, financiële, fiscale teams op met name dit soort verhuurders. Maar ook op de uitzendbureautjes die daar samen mee werken. Want die bestaan soms maar een paar maanden. En je kunt mij niet vertellen dat die mensen hun afdrachten netjes verantwoorden. De minister vindt het een interessante ontwikkeling om daar met name nog eens op door te studeren van wat we daar op korte termijn kunnen doen. Heeft u daar geld voor? Nee, absoluut niet. Dus dat is ook een opgave. Want ook de Rijk zal de centen niet op korte termijn hebben. Maar we zullen er wel met elkaar uit moeten komen. Oké, dank u wel.